Vrienden, zijn we er klaar voor? Voor het Nederlands elftal? Ja, toch? Ja, ik heb al gezegd. Ik ga op een speciale manier ga ik kijken naar dit toernooi. Want, kijk, ik dacht bij mezelf, het is winter. Dat is al heel bijzonder natuurlijk. Een WK in de winter, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En ik denk, hoe kan ik dat nou Nederlands gewoon echt puur Nederlands invullen. En toen dacht ik, en toen kwam er maar één ding in mijn gedachten. Toen dacht ik, dat is gewoon erwtensoep, weet je wel, winter, worst, dat soort dingen. En toen kwam bij mij de naam boven van Unox. Ik denk, is er nou iets Nederlandser dan Unox? Nee toch? Nee. Ik denk, nou, dan moet ik zo'n muts hebben. Daar heb ik dus lang naar gezocht en gevonden. Kijk hier, kijk, daar is die. Ja. En die ga ik opzetten, nu, bij het Nederlands elftal. En ik weet zeker dat dit ding, kijk, ik ga hem vast opzetten, vrienden, hier. Ik weet zeker dat dit ding geluk gaat brengen. Even kijken of die goed zit. Even kijken, zo. Ja, denk nou niet dat Unox hier iets van weet. Die weet er helemaal nergens van. Kijk. En dan denk ik, dit gaat gewoon geluk brengen. Dit moet het Nederlands elftal helpen. En dat hebben we nodig. Want iedereen denkt maar, nou, dan lopen we even vrolijk overheen. Over Senegal. Even kijken hoor, kun je hem goed zien? Ik ga hem even iets hoger zetten. Zo, ja. Kijk. Mooi mutsje, hè? Ja. Iedereen denkt, lopen zomaar overheen. Over Senegal. En dan denk ik, nee, rustig aan. Die gasten die spelen allemaal bij hele grote clubs. Die gaan er vol in. Want die zijn helemaal trots op hun land, op Senegal. En dat wordt helemaal geen makkelijke wedstrijd. Dus deze muts, die heb ik gewoon heel hard nodig in die wedstrijd. Maar goed, ik kwam vandaag iemand tegen. De assistent van Louis van Gaal. Die kom ik ineens tegen. De man die jarenlang bij Ajax en Barcelona de assistent is geweest van Louis van Gaal. Hier, kijk maar. Ja, beste vrienden. Dit is Gerard van der Lem. Ja, ja, er zijn natuurlijk mensen die denken, is dat hem? Ja, die herkennen hem natuurlijk niet meer, maar dat is hem wel, vrienden. Nou. Hier in de supermarkt kom ik hem tegen. Gerard van der Lem, is dat even wat? Ja. Nou Gerard, ga mij maar dan vertellen, kort even, wat het wordt. Ik denk dat we 2-1 winnen. 2-1 voor Nederland? Ja, we moeten positief blijven. Oh, we moeten positief blijven. Vind jij niet dan? Goed, het kan ook gelijk spelletje worden. Het kan allemaal, maar we kunnen verliezen ook maar. Oké, nou, Gerard van der Lem. 2-1. 2-1 en groet ze allemaal even, jongens. Ja, even jongens de mazzel, hè. Nou, dat gaan we dan maar hopen, vrienden. Hey, 2-1. Ja, ik ben bang nog misschien voor een gelijkspelletje. Maar goed, we houden ons vast aan Gerard van der Lem. Ja. Als er één het kan weten is de assistent van Louis wel natuurlijk. Dus 2-1 voor Nederland. En vrienden, en doe mij na en zet dan iets winters oranje op je kop. Ja, dat gaat helpen, geloof me nou. Vrienden, ja, ik heb er zin in.